Hallo, ik ben Magali de Meijeren en ik ben stadsambassadrice van Waregem 2013-2014. Zometeen ga ik ook genieten van de chocoladeworkshop. Peter, Sweets Company en Miss Items, dat gaat heel goed tussen die twee. Ja, inderdaad. We zijn sinds 2011 al vaste partner. In feite, daarmee is het gestart. We hebben al leuke ervaringen gedaan. We hebben op jullie events al mooi iedereen kunnen verrassen met onze chocoladebelevingen, zeg maar. Ik denk dat je er zelf ook al van kunnen genieten hebt, Philippe. Ja, dat klopt. Je was er 3 keer op rij bij tijdens onze verjaardagsfeesten. Hoe blik je terug op die verjaardagen? Wel, het is vooral, ik geniet vooral van de beleving dat ik kan brengen naar alle aanwezigen toe. Het is in feite een meerwaarde dat we kunnen bieden op ieder event. En op die manier komen we ook zelf natuurlijk ook heel veel in de picture. En chocolade en jonge dames, dat gaat natuurlijk altijd goed samen. Ja, want het valt me op, de missen kunnen die chocolade echt wel smaken. Ja, op elk event gaat er heel wat chocolade erdoor, zeg maar. En vandaag, straks op de chocoladeworkshop, gaan we ook redelijk wat chocolade gaan produceren met alle missen. Céline, de workshop is volop bezig. Wat vind je ervan? Heel leuk natuurlijk. Ik ben ook een beetje chocoladeverslaafd, dus het is voor mij heel leuk om hier aanwezig te mogen zijn. En wat hebben jullie al gedaan tot nu toe? We hebben al zelf truffels gemaakt. En nu zijn we bezig met studentenhaver en zo lolletjes aan het maken en chocolade. Joni, je hebt net de workshop achter de rug hier bij Sweets Company. Wat vond jij het leukst? De chocoladelollies. Gewoon omdat we daar onze creativiteit enorm konden in laten gaan. Dus dat vond ik het tofste. Ja. En het proeven natuurlijk. En ben je iemand die van chocolade houdt? Wat denk je zelf? Tuurlijk. Ja, absoluut. Als er hier iets is waar ik aan verslaafd ben qua eten, dan is het chocolade. Ja, absoluut. Deze workshop was echt wel jouw ding. Ja, fantastisch. Ik was super blij dat ik was uitgenodigd om deze workshop mee te doen. Dus ik was heel blij. Ja, echt tof. Talina, je hebt net de chocoladeworkshop gedaan. Wat vond jij het leukst? De studentenhaver. Dat was zeer lekker en heel leuk om te doen. Vicky, zo meteen aan de slag tijdens de workshop bij Sweets Company. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik eet super graag chocolade, dus vast en zeker. Heb je ook een voorkeur voor een bepaalde smaak? Ik eet heel graag witte chocolade en melkchocolade. Barbara, on commence avec l'atelier dans quelques instants. Tu as envie? Ah oui, bien sûr, je suis fan de chocolat, donc j'ai tout de suite répondu présente à l'invitation sans hésiter. Et tu as une préférence? Chocolat au lait et chocolat blanc. J'avoue le chocolat fondant un peu moins à cause de l'amertume, mais sinon oui, péché mignon le chocolat. Et Katharina, je bent een van de meisjes die zo meteen aan de chocoladeworkshop begint. Heb je er zin in? Ja, zeker. Ik was een van de eerste meisjes die aangekomen was. Dus ik heb u kunnen volgen tot in de keuken. Dus ik heb een beetje al kunnen piepen wat ze biedt gaan doen. En dat zag er ongelooflijk goed uit, maar het rook nog beter. Chocolade... En Ekaterina, gaat dat goed samen? Ja, zeer goed samen. Zeer, zeer goed samen. En zeker in de examens zijn we beste vrienden. Pauline, dans quelques instants, on commence l'atelier du chocolat. Tu as envie de commencer? Oh oui, moi, dès qu'on parle de chocolat, il n'y a pas de souci, je suis présente. La nourriture en général, mais le chocolat encore plus. Et tu as une préférence? Le au lait et le blanc. En général, j'aime pas le noir, en effet. Pauline, on vient de terminer l'atelier. C'était comment? Super, franchement, moi qui adore cuisiner, pour le coup, c'était génial. En plus, j'ai découvert plein de choses. Le chocolat, j'adore ça. Et pour tout dire, en fait, avec les filles, c'était très convivial. On a passé un super moment. On a fabriqué quelque chose, donc c'était des sucettes en chocolat. C'était super sympa, original. Donc voilà, vraiment à refaire, si je peux, génial. En ik zie dat jullie echt wel iets heel creatiefs gedaan hebben. Vertel eens, Catherine.
Ja, het is een kroontje met daarin dus de drie letters van Miss Supermodel België. Dat zou jullie organisatie graag zien. Ja, zeker weten en vooral ook zeker opeten. Valt het een beetje mee, meisjes, de workshop? Ja, het is heel leuk. Echt. Ik had het niet zo leuk verwacht. Hebben jullie ook al af en toe geproefd van de chocolade? Ja, stiekem wel al een paar keertjes. Manon, dans quelques instants, on commence avec l'atelier du chocolat. Tu as envie? Très. Très envie. J'ai été courir ce matin pour ça. On peut dire que tu adores le chocolat? Oui, beaucoup. Je suis étudiante infirmière et pour nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de cadeaux ou des chocolats pour que les patients nous remercient. Donc oui, je connais. Shopping Flanders. Stefanie, heb je er zin in? Ja, absoluut. Ik ben ook een chocoladefan eigenlijk. Dus ik was heel blij met de uitnodiging van Miss Items en Sweets Company om hier vandaag eigenlijk aanwezig te mogen zijn. Ja. En wat verwacht je van die workshop? Ik heb eigenlijk nog nooit iets dergelijks gedaan, maar ik verwacht eigenlijk dat we misschien een uitleg gaan krijgen hoe dat chocolade gemaakt wordt. En ik hoop stiekem ook dat we zelf iets zullen mogen maken en misschien ook meenemen naar huis. We zullen zien.